Verbaas je bij het wandelen door het natuurgebied Lovenhoek over de groene uitgestrektheid en de varia van landschappen. Je doorkruist zowel droge naalbossen als oude vochtige loofbossen, loopt langs heideterreinen en bloemrijke ruigtes. Over een plankenpad in het moerassige vallei kan je de meanderende Molenbeek volgen. De afwisseling van biotopen geeft kansen aan vele, vaak zeldzame planten en dieren. Tot begin de 20e eeuw was de Lovenhoek een levendig landbouwgehucht met verschillende boerderijen en een café. Via een kerkenpad gingen de mensen van het gehucht naar de parochiekerk van Vorselaar. Nu getuigen enkel nog de oude stal onder de grote eik en de kapel van het vroegere gemeenschapsleven hier. De verlaten gebouwen in het afgelegen gehucht garandeerden aan hen die sympathiseerden met het verzet in de Tweede Wereldoorlog een relatieve veiligheid. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een aantal verzetslieden hier hun schuilplaats vonden om hun activiteiten om de vijand te dwarsbomen te beramen. In 1941 gaf de Duitse bezetter het bevel dat er in Pullen geen duiven meer mochten gehouden worden. Maar enkele honderden meters verderop, op het grondgebied Vorselaar, mocht dat wel. En waren het nu net die duiven die betrouwbare en onverdachte koeriers waren. Zeg, wel nekens. Helene, nog iets te weten kunnen komen over de hierenmoeven op het kasteel van de graaf? Dat is toch wel een chance voor ons brigade dat die daar kan werken, hè? Ja, en dat ze wel luster vinken. En dat voor een vrouw mens. Ja, zeg jong. Wel, ze heeft gehoord dat de Duitsers aan het werken zijn om een vliegende bom. Een vliegende bom? Ja, ze heeft er zelfs plannen van gezien. Ze heeft geprobeerd van dat na te tekenen. Allee ja, geen dat ze kunnen onthouden, hè? Af en toe, toen ze de lege pinten afruimden, kon ze links en rechts eens meekijken. Die mannen waren serieus in de wind, hè. Maar zeg, dat moeten we wel naar de graaf sturen, hè. Dat je dat aan Engelsmannen kan bezorgen. Maar zeg, rol dat doep, jongen, en steek dat in een kokerke. Dan haal ik er wel ons beste dol af. Want die gaan wel bij de graaf geraken, zelfs zonder dat die mannen dat turmen. Nee, jongen, dat is groot nieuws. Wie weet kunnen we de loop van de oorlog hier niet mee veranderen. Viva Belgica, weg met de moeven!